clubje, dat nepnieuwsclubje van u. Staat u daar nog steeds achter? Ik bedoel het Europese clubje dat door nepnieuws is. Ja. Die hebben fout gemaakt, hè? Zo, nogal. Ja, maar gelukkig hebben ze wel gecorrigeerd. Want ik... Gecorrigeerd, maar ja, we zitten eigenlijk op een rectificatie te wachten. Het is heel gek, hè, dat er vanuit Oekraïne zoiets gezegd wordt. Ja. Dat maar zeggen, ja, dat is niet goed. Weet je, dat is nepnieuws. Ik vind het allerbelangrijkste dat ze een fout hebben gemaakt en dat hebben toegegeven en het hebben gecorrigeerd. Nou, ze hebben het eraf gehaald, maar ik zou zeggen, rectificeer de hele donderse boel. Desgevraagd hebben ze gewoon gezegd, sorry, dat was een foutje, dat hadden we niet moeten doen. En dat vind ik ook. Ja, maar gelooft u die club nog? Want het is heel gek, hè. Dat zelfs als ik bij Facebook, hè, ik heb wel eens een keer een filmpje gemaakt over oliebollen. En dan ging iemand zeggen, dat is racistisch. Dan kan ik nog appealen. Dat kan hier bijna niet. Ja. Dit is geen democratisch gegeven wat er zit. Er zijn mensen die we niet kennen. Weet je, dan komt er een clubje uit Oekraïne en die zegt, joh, dat stukje klopt niet. Ja, weet u, als ze nog een keer zo'n fout maken, zeg het dan tegen mij. Want dan zal ik zeggen, jullie moeten niet alleen het eraf halen, maar ook even je excuses aanbieden. Ja, rectificeren. Nou, daar zitten we eigenlijk nog steeds op te wachten. Oké, nou duidelijk. Ja. Waar blijft hij dan? Ja, dat weet ik niet, want ik ga... Maar ik wil het wel nog een keer tegen ze zeggen. Het is uw fanclub. Ja, ze hebben gerectificeerd. Ze hebben gerectificeerd? Sorry, ze hebben het eraf gehaald. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Ze hebben een fout gemaakt, zeggen ze, hadden we ze niet moeten doen. We hebben het eraf gehaald. Vindt u het niet heel eng worden dit? Dat de overheidsclubjes in Brussel, die niet eens toegankelijk zijn, die de basis van de journalistiek niet respecteren, dat is wederhalen, gelijk zeggen, dat is nepnieuws. Zonder met de partij te overleggen, die zeggen, hé, waarom heb je dat geschreven? Leg eens uit. Het allerbelangrijkste antwoord op nepnieuws is goede onafhankelijke journalistiek. Dus ga zo door. Nee, maar waarom als er nou een clubje is wat dus nepnieuws moet bestrijden, wat de journalistiek moet aanpakken of een fouten moet wijzen, waarom doen die zelf niet aan wederhoor? Nee, maar dat clubje moet helemaal niet... Waarom doen die zelf niet aan wederhoor? Journalistiek niet wijzen of fouten. Dat doen ze dus wel. Ze moeten nepnieuws aanwijzen. Ja, maar dan moet je dus naar de club toe stappen die dat geschreven heeft en moet je wederhoor plegen. Dat is de basis van de journalistiek, dat weet u toch ook? Waarom doen ze dat dan niet? Weet ik niet, moet je aan hun vragen. Ik weet het echt niet. Ja, nee, die zijn niet echt heel toegankelijk. U bent beter bereikbaar dan zij. Ja, ze zijn volgens mij met een handvol mensen. Het zou goed zijn als ze antwoorden gaven op dit soort vragen. Ja, misschien moet u dat eens doorgeven. Dat doe ik. Hartelijk dank. Tot zover mevrouw Onlongeren van de D66, onze minister van Binnenlandse Zaken. Eigenlijk heb je er helemaal geen flikker aan.